Het ontroert me. Dit is het topstuk van Maalwaal, La Grande Pietà. In het bezit van het Louvre, maar speciaal voor deze expositie uitgeleend aan het Rijksmuseum. Een schilderij dat emoties oproept bij de leden van de stichting. Het schilderwerk is prachtig. Maar ook het feit dat zo'n stad als Nijmegen, die heel belangrijk was in ten tijde van het hertogdom Gelre, dat die drie of eigenlijk vier schilders voort heeft gebracht. En dat is eeuwenlang is dat niet onderkend en ontkend. En vervolgens is het nu hier zichtbaar. Het is dan ook zeer uitzonderlijk dat meerdere werken van Maalwaal in één expositie te zien zijn. Wat heel mooi is, is denk ik dat we laten zien dat de oorsprong van de schilderkunst in Nederland ook uit Gelre afkomstig is. En dat is iets wat mensen eigenlijk vaak niet weten, zich ook niet realiseren. En dan meer dan 250 jaar voor Rembrandt. Voor de expositie van de Nijmeegse Maalwaal en de Gebroeders van Limburg in het Amsterdamse Rijksmuseum is internationaal veel belangstelling. We merken dat er heel veel belangstelling is en ook positieve reacties. De belangrijke krant USA Today in Amerika gaf aan dat dit een van de 9 toptentoonstellingen in Europa is op dit moment. Dus dat zegt iets over het belang van de kunstenaar in internationaal perspectief. De leden van de Nijmeegse Stichting Gebroeders van Limburg genieten dan ook volop van deze preview. Dit is een supermooie tentoonstelling waar je dus eindelijk kunt zien wat eigenlijk altijd onzichtbaar is. We willen het allemaal graag zien, we kunnen er veel over lezen. Maar nu kunnen we echt de werken zien die ook vaak bedoeld zijn als hele kleine tekeningen in een boek. De tentoonstelling over Maalwaal in de Philipszaal van het Rijksmuseum gaat morgen officieel open en duurt tot 8 januari.